Vandaag op de barbecue heerlijke Wagyu flat ribs. Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue en vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ook jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips, tricks en reviews. Als je daar niks van wil missen, abonneer je dan vooral op mijn kanaal. En druk meteen even op dat belletje naast de abonneerknop, dan krijg je een YouTube melding als er weer een nieuwe video online is. Vandaag gaan we aan de slag met flat ribs. Dat is een stukje van de koe. Van de ribben, hartstikke mooi stukje. En dit stukje is wel heel bijzonder, want het is Wagyu vlees. Dus betekent heel mooi dooraderd vlees. Nou zullen er vast wel weer mensen beneden in het commentaar gaan zeuren over Wagyu. En dat is de prijs niet waard. Ik vind dat iedereen dat voor zichzelf moet weten. Dit soort snitten, dus niet de grote steaks en zo, die zijn al gelijk een stuk goedkoper. Maar ja, probeer het een keer. Ik vind het geld wel waard. Het zijn hele bijzondere stukken vlees. En ja, daar zit zoveel smaak aan. Het is zo anders dan andere stukken vlees. Dus leuk als jij het niet waard vindt. Andere mensen vinden dat wel. En laat iedereen in zijn waarde. Ik maak ook regelmatig dingen met mindere stukken vlees. Dus iedereen is welkom hier. En als jij niet van Wagyu houdt, dan kijk je naar een andere video of je gaat naar een ander kanaal. Deze flat ribs komen bij Beef & Steak vandaan. Die waren pas geleden bij Beef & Steak in de aanbieding. Dus dan valt de prijs helemaal mee. En ja, dat is ook leuk om een keer te spelen met zo'n stuk. Nou heb ik het al vaker gehad, dus ik weet wat ik kan verwachten. Maar heb je dat nog nooit gedaan? Koop het een keer, kijk wat jij ervan vindt. En dat hoor ik graag in een reactie hieronder. Nou, op deze flat ribs gaan we mijn nieuwste rub, Noskos de Beef, loslaten. Het is een nieuwe rub die ik heb ontwikkeld. Straks tijdens de bereiding ga ik daar wat meer over vertellen. Maar ik kan je vertellen, heel erg lekker op dit soort stukken vlees. Schaamteloze zelfreclame, maar het is nou eenmaal zo. Dus laten we aan de slag gaan. Laten we de keuken induiken en laten we die mooie ribsjes gaan bewonderen. Nou, uit het plastic zien ze er dan zo uit. Deze kant heb je de botten. Ja, als je dat ziet, die marmering. Dat zie je alleen in Wagyu. Het is echt heel mooi gemarmerd vlees. Kijk. En al dat vet dat gaat dadelijk langzaam smelten en dat geeft onwijs veel smaak. Dat is eigenlijk de grote smaakbepaler aan je vlees. Dus hoe meer van dat soort dooradering je erin hebt zitten, ja, hoe mooier de smaak dadelijk is. Nou, achterop zit een velletje, een vlies, net zoals bij gewone sperrips. Dat kun je eraf halen. Bij beefribs doe ik eigenlijk die moeite niet. Ik snijd dat kruislings in. De reden dat ik het insnijd, dat als je dat laat zitten, dan kan het nog wel eens krom trekken en zo. Dat wil ik niet. Ja, als je deze rib straks gaat aansnijden, dan snij je eigenlijk de botten ervan af. Dit hele stuk ben je kwijt. Mijn sperrips serveer je met botjes en al. Maar dat doe ik met dit soort dingen niet. Dus daarom doe ik dat insnijden. Dan kan de rook er nog lekker bij en zo. En voor de rest heb je er geen last van. En dadelijk kom je toch niet meer tegen. Dus ja, waarom zou ik heel veel moeite doen om dit eraf te trekken? Voor iets wat ik toch niet meer tegenkom. Dan gaan we naar de andere kant. Hier zo. Kan je waarschijnlijk wel zien. Zit een beetje van dat silver skin. Dat is een glimmend vlies. Dat willen we eraf hebben. Daar gebeurt straks helemaal niks mee. Dat wordt niet lekker. Wat je dan doet, je pakt een heel scherp mes. Dit is een uitbeenmes van Victorinox. Kost 2 tientjes of zo. Is een hartstikke fijn gereedschap. Dat steek je daaronder. En dan snij je dat één kant op weg. Ik zie dat dat nog wel wat dieper had gemogen. En dan pak je dat stukje beet. Soms is dat glibberig. Zoals in dit geval. Ik krijg er geen grip op vanwege het vet van de Wagyu al, denk ik. Misschien zijn het deze handschoenen die niet echt lekker meewerken. Maar als je echt geen grip hebt, dan gebruik je een stukje keukenpapier. En dan kun je alsnog gewoon wegsnijden. Dus even kijken of het... Ik denk dat het aan mijn handschoenen lag.
Nou, zo ga je dat hele stuk langs en maak je hem gewoon netjes schoon. Nou, als je dat dan schoongesneden hebt, ziet het er zo uit. Nou, je ziet, het is echt heel dooraderd, heel erg een rijk stuk vlees. Het stuk vet hier, dat is best wel aardig, dat loopt aardig door. Ja, je kunt ervoor kiezen om dat weg te halen. Ik laat het in dit geval zitten. Wij houden hier wel van een stukje vet. Dus dat is niet zo heel erg. Het enige is je bark, dus die kruidenkorsten. Nou, daar zit iets flubber op. Dat mag er wel af. Dus dat kan je er voorzichtig even afsnijden. Om het iets te fatsoeneren. Nou, als dat dan klaar is, dan wij laten dat zitten, wij eten dat gewoon op. Dit is ook erg lekker vet van barbecue. Dus als je daar liefhebber van bent, dan laat het vooral zitten. Nou, dat is stap 1. Hij is schoon. Dan gaan we met de kruiden beginnen. Nou, barbecue, Japans rund, dat betekent het ook. Ik ga hier een plaklaagje op aanbrengen en dat ga ik doen met Kewpie mayonaise. Dat is een Japanse mayonaise, is een heel raar, ja, zacht, flubberig flesje waar dat in zit. Tegenwoordig vind je het ook bij supermarkten, ik zag het bij Jumbo staan. Anders bij de Toko, mijn vaste winkels, daar kan je dat vinden. We gaan hier mayonaise op doen en dan zou je denken, ja, mayonaise, wat is dat nou voor achterlijk gedoe? Mayonaise zorgt voor een plaklaagje en eigenlijk is het gewoon heel veel olie, dus je kan de olie op smeren, maar je kunt ook mayonaise doen. Nou, we doen wat Kewpie. En wat we willen is een heel dun laagje. En de Kewpie mayonaise die heeft wat meer umami, vijfde smaak is dat, dan onze gewone mayonaises. Dus dat draagt weer bij aan de feestvreugde straks. En vergeet ook de zijkantjes vooral niet. En echt, ik wil een filmpje erop hebben, dus alles wat er te veel aan is, dat schuiven we naar de zijkant en naar de andere kant. De andere kant. En zeg je nou, ja, weet je, ik wil geen mayonaise, gebruik lekker olie, plantaardige olie of helemaal niets, dat kan ook. Laat je vlees daarna even in de rub staan een tijdje en dan plakt dat ook vanzelf. Ik vind het altijd fijn om een plaklaagje te doen. Ik speel daar wel eens mee, maar de meeste van de tijd gebruik ik een laagje waarop mijn rub zich goed vast kan zetten. Alles gehad. Gaan we naar de kruiden. Voor de rub gebruik ik mijn nieuwste rub, Nos Costa Beef. Het is een rub met koffie. En ik ben samen met Patrick Groenewold van Cinco Estate Coffee Roasters. Dat is een vriend van me. En ja, die heeft een van de beste koffiebranderijen van Nederland. En we zijn op zoek gegaan naar een hele mooie koffie die daarin past. En koffie zorgt ervoor dat de smaken wat aards zou worden. En ja, het geeft een hele mooie bijdrage aan het vlees. De rub heb ik een beetje gehouden tot hij het vlees niet overheerst. Want ja, dat zou zonde zijn. Als je een heel mooi stuk wagyu hebt. En dat je dan daar een hele zware rub op gaat gooien. En dat je al die smaken kwijt bent. Ja, die rub heb ik in de rubshaker gedaan. Dan gaan we daar een mooi laagje op aanbrengen. Het eerste wat je ruikt is gelijk koffie. Dat komt op de een of andere manier, als het in aanraking komt, met dat vlees gelijk naar boven. Dat is echt heerlijk. Nou, dan druk je meteen even in dat laagje. En je mayo. Dan even de zijkantjes. Ja, je kan de onderkant ook even een klein laagje geven. Wat ik al zei, we snijden het eraf, maar misschien voor het vlees erachter tot dat nog wat meekrijgt. Lekker glibberig om op te pakken, merk ik alweer. En dat mag best een flink laagje zijn. Het vlees kan wel wat hebben. Al die stukken rundvlees, die hebben een hoop smaak van zichzelf en die kunnen best wel rook en kruiden hebben. Dus ook wat het rookhout betreft kiezen we straks voor een stevigere. Nou, als het dan helemaal mooi rondom in de kruiden zit, is die klaar voor de barbecue. En dan gaan we die kant op.
Nou, onze flatribs gaan we vandaag maken op de Kamado. We gaan het de basted maken. Ik heb in het midden het vuur aangestoken. Ja, het beweegt een beetje door dat ding. Ik weet niet of je dat kan zien op de video, maar hier zit wat vuur, daar zit wat vuur. Het moment dat de pleatzetter erin gaat, dan gaan we alles een beetje knijpen en dempen. Dus dat maakt niet uit als het wat verspreid is. Nou, dan plaatsen we de pleatzetter. Die zorgt ervoor dat we indirect vuur hebben. Daar mag onze lekbak op. Die zorgt ervoor dat onze stenen van de pleatzetter netjes schoon blijven. En dan mag het rooster erin. Nou, zo werkt het voor een Kamado. Dus je hebt nu indirect vuur. Dus het vuur kan niet bij je vlees. Heb je nou een Weber? Voor dit soort dingen zou ik de snake-methode gebruiken. En ik zal een linkje bovenin zetten. En in de beschrijving hoe je dat precies doet. Dan kun je gewoon kijken hoe dat in je Webertje werkt. Nou, dat is klaar. Kan het vlees erop. Realiseer ik me net dat ik mijn rookhout vergeten ben. Nou ja, mazzel met de bastard kun je dat hele verhaal in één keer eruit halen. Ben je weer bij je vuur. Ik doe er 2 blokjes eiken in. En 1 blokje kersen voor de smaak. Nou, je ziet het vuur begint al aardig hard te gaan omdat ik hem een tijdje open heb gehad. Pleet zetten erin. En dan kan het vlees erop. Leggen we de ribs mooi in het midden. Dan heb je een mooi indirect verhaal. Dan plaatsen we ook nog even een voeler voor de thermometer. Zo, dan kunnen we de temperatuur meten bij het vlees. En zorg ervoor dat als je dat doet, dat hij niet boven dat openingetje tussen je pleatzetter en je buitenkant zit. Want dan heb je de hete luchtstroom. Ja, en dan meet je dus een hele andere temperatuur dan dat het bij je vlees is. Dus hou daar rekening mee. Dat is het voorlopig. Gewoon zo'n uurtje of 5 rustig laten liggen totdat die korst goed vast zit. Nou, dat zal op het vet niet gebeuren, maar op je vlees moet hij gewoon vastzitten als je er met je vinger tegenaan duwt. En dan komen we over 5 uurtjes even terug om te kijken hoe het ermee staat. Temperatuur op bewerken. 120 graden, dat vind ik fijn. Je kan ook op 107 gaan zitten. Tussen de 107 en 121 zijn een beetje de barbecue temperaturen voor low en slow. Als je dat daartussen blijft zitten, dan zit je hartstikke goed. De eten duurt wat langer. Als je wat hoger gaat zitten, is het iets korter. Maar ja, dat maakt allemaal niet zo heel gek veel uit. Doe wat jij plezierig vindt of waarop je barbecue blijft staan uiteindelijk. En dan mag die dicht een uurtje of 5. We zijn zo'n 5 uur verder. Zien de ribs er nu zo uit. Het is echt een hele mooie kleur. Echt die mahoniekleur die we zoeken. Gaan we ze inpakken. En dat inpakken doen we in folie. In dubbele lagen folie. Dit is vrij dikke folie. En ik krijg altijd veel vragen van, joh, waar hou je folie vandaan? Deze komt van de Hamels, Beef & Steak heeft ze ook. Linkje staat onder in de beschrijving naar hun website. Vind je ook mijn rubshaker en mijn rubs en zo. Onder in de beschrijving vind je ook het recept. Linkje daar naartoe. Pak hem even strak in. Ik had even moeten zeggen tegen Geert van Beef & Steak dat hij zijn oren dicht moest doen. Want hij heeft wat een hekel aan het geluid van die folie. Dus dubbele laag doen we. Er zit wat suiker en andere dingen zitten er op je rooster. Als je hem er straks afhaalt wil je niet dat al het sap eruit loopt. Dus als nu je folie scheurt dan zit er nog een laagje in. Zo, hebben we mooi strak ingepakt. Is dit ook mooi het moment om de voeler van de thermometer te plaatsen? We hebben tot nu toe alleen de temperatuur van de barbecue gemeten. Maar ja, ik plaats nu de voeler. Ik heb een thermometer, de Smoke van Thermoworks. Die kan 2 probes tegelijk aan. Die plaats je in de kern van je vlees. En dan mag het hele pakketje weer terug. Nou, we gaan nu letten op de eindtemperatuur. We beginnen met
de thermometer in te stellen op 92 graden. Als die daar is, dan gaan we kijken of die zacht genoeg is. En vaak moet het nog wat verder door. Soms 95, soms 98 graden voordat het echt zacht genoeg is om eraf te halen. De voeler, de omgevingsvoeler, die kan nu omhoog gaan. Soms is dat 25 graden opeens dat hij meer aangeeft. Dat is normaal, dat gebeurt wel vaker. Ik heb er nog steeds geen verklaring voor. Ik denk dat het komt door de aluminiumfolie die opeens in de buurt is. Maar dat zijn dingen die gebeuren. Als hij daarvoor goed stond op de goede temperatuur, rommel er dan niet aan. Dan blijft hij gewoon in dezelfde stand staan. En ja, dan nemen we dat gewoon voor lief. Hij zit toch ingepakt, dus veel kan maar niet gebeuren. Mag hij dicht en dan gaan we naar 92 graden. Nou, zij zijn twee uur verder. Het is tijd om te gaan meten. De kerntemperatuur is volgens mijn thermometer 94 graden, bijna 95. Dan pak ik mijn thermapen en die gebruik ik niet om te meten, maar echt om te kijken of het vlees zacht is. Daarvoor prik je gewoon op een paar plekjes erin en dan moet hij erin gaan. Ja, eigenlijk als in een soort boter, een potje pindakaas. Nou, ik denk dat hij daar wel aardig is. Je kan ook zien wat de thermapen aangeeft. Nou, die geeft 96 graden aan zelfs. Ja, mag nog een heel klein beetje hebben en dan mag hij er wat mij betreft af. Ik laat hem nog 1 graad doorgaan en dan kijk ik nog een keer. Als hij dan naar mijn zin is, dan haal ik hem eraf. Nou, zijn we een kwartiertje verder. Even een laatste testje doen. Ja, het vlees is hartstikke zacht, dus ja, je kan het ook zien aan de temperatuur. 97 graden. Wees niet te bang om te hoog te gaan zitten. Hij mag er wat mij betreft af. Laten we hem even rusten. Eerst even een beetje uitdampen, dan even rusten. En dan snijden we hem aan. Ja, dan serveer ik hem zoals altijd met een lekkere aardappelsalade of zo. Je kan er van alles bij doen. Baked beans is ook lekker. Traditionele dingen zoals mac and cheese. Heerlijke barbecue bijgerechten. En dan heb je weer een fantastisch maal. Ja, echt een heel erg mooi stuk vlees. Super sappig, maar ja, dat kan ook bijna niet anders natuurlijk met zoveel intramusculair vet. Dat is dat vet wat tussen het vlees zit. Echt waanzinnig van smaak. Ook dat grotere stukje vet. Heerlijk. Mijn rub, ja, die vult dat heel erg mooi aan. Die overheerst niet, maar ja, dat brengt alle mooie smaken naar boven. En geeft het net die mooie bark, die kruidenkorst aan de buitenkant. Fantastisch. Ja, hij is bedoeld voor dit soort dingen. Voor brisket, voor flat ribs, beef ribs, chuck roast, tri-tips. Dat soort stukken vlees. Daar is hij speciaal voor bedoeld. Heb ik hem voor bedoeld. Maar ik weet zeker dat er in de loop van de tijd, dat jullie, als jullie ermee aan de slag gaan, andere dingen vinden. En dan hoor ik dolgraag waar jullie hem op gebruiken. Voor mij ook altijd een soort ontdekkingsreis van waar komen jullie mee aan. En ja, dat vind ik altijd hartstikke leuk om te horen. Dus heb je wat gevonden waar die ook lekker op is? Laat het vooral hieronder weten. Daar kun je ook terecht voor commentaar en voor opmerkingen of gedachten zeggen. Heb je vragen, doe dat hieronder ook. In de beschrijving hieronder vind je informatie over alle spullen die ik gebruikt heb. Wil je meer van mijn filmpjes zien? Abonneer je dan vooral op mijn kanaal. Druk op het belletje naast de abonneerknop. En dan krijg je mijn YouTube-melding als er weer een nieuwe video online is. En dat was hem dan weer voor deze week. Tot de volgende!